Nou, we gaan weer even door. Ik hoop dat dit de laatste mag zijn. We zijn ermee klaar. En even voor alle duidelijkheid. Ik bespreek hier het requisitoor dat gehouden is volgens Henk J. Maus. Tenminste, volgens dit document was dat Henk J. Maus. Een vriend van mij die vond het taalgebruik, net als ik, dermate stuitend dat hij zich afvroeg of dit wel waar was. Want het zou natuurlijk ook kunnen dat iemand het OM en in het bijzonder Henk J. Maus in discrediet wil brengen. Het gaat over het requisitaar waarmee Jasper Steringa is veroordeeld voor de moord op Marianne Vaatstra, die hij gepleegd zou hebben in de nacht van 30 april op 1 mei 1999. Koninginnendag, koninginnennacht. En ik heb het de vorige keer nog niet verteld, maar de idee van deze tekst is dat hij centraal uitgelijnd is. En als je kijkt naar dit versus dat, ja, dan lijkt het wel aardig centraal te staan. Hè? Deze is ook wel goed. En als je dan recht omhoog gaat, dan zit die een beetje naar rechts. Oh. En deze, die zit er weer naar links. En deze is dus niet uitgelijnd ten opzichte van die of die, maar ook niet ten opzichte van die. Volgens mij. Dit is volgens mij een grotere afstand. Even meten hoor. Maar dit is dan zo groot, zie je dat? En die is dan zo groot. Kijk, heel stukje over. Dus hoe heeft de auteur van dit stuk dit gecentreerd? Ja, dat heeft hij gedaan met de spatiebalk. Terwijl je gewoon, je kan die tekst selecteren en dan ga je naar je lettertype menu en of zoiets, of je stijlmenu, of ik weet niet wat voor tekstverwerker je gebruikt. Maar dan zeg je center, gecentreerde tekst. En dan staat het gewoon tot op de pixel nauwkeurig. Nou, dit is handwerk. Waarom? Nou, ik weet dat niet. En ik heb nog een foutje gevonden. Dat wil zeggen, ik heb een hele rare opmerking gezien toen ik een van de vorige uitzendingen terugluisterde. Even kijken of ik goed zit. Dat was pagina 11 namelijk. Ja. Een hele pikante. Als jullie de vorige uitzendingen geluisterd hebben, dan weet je dat het verhaal komt dat slachtoffer heeft in eerste instantie haar tampon uitgedaan. Toen heeft ze de lekking weer omhoog getrokken. En toen dacht dader, hey, doe je legging nog een keer uit. Heeft er een worsteling plaatsgevonden, waarbij slachtoffer met haar benen gewerkt heeft. En ze was toen vastgebonden met haar polsen achter haar rug met haar BH, wat op zich al een kunst is, lijkt mij. En toen was die legging voor de helft uit. Ik vraag me ook af hoe je dat voor elkaar kan krijgen, maar goed, dat is dus gebeurd. En toen wilde dader natuurlijk dat haar onderbroek uit zou gaan. En daarna heeft hij haar verkracht. Nou, in dat hele verhaal, wat hij dus gehouden heeft, blijkt dat toen slachtoffer haar ondergoed werd doorgesneden, want hij heeft daar zijn mes voor gebruikt, toen was slachtoffer dus nog in leven. Want daarna is ze pas verkracht. Daarna is ze op haar buik gedraaid. Toen begon het wurgen. En toen viel ze flauw. Dus na de verkrachting viel ze flauw. Zegt verdachte, die liegt. Maar nu gaat het erom dat er dus op haar bovenbenen zaten twee kleine wondjes. En daarvan wordt gezegd, die wondjes die zijn daar aangebracht door dader toen hij haar ondergoed doormidden sneed. Het is natuurlijk wel vreemd dat die wondjes zaten op haar bovenbenen. Ik weet niet of dat hier staat. Ik heb niet gebleven bij de bovenbenen. Hè? Wondjes op de bovenbenen. Terwijl je ondergoed wordt doorgesneden. En je ondergoed, dat zit er volgens mij, want hij heeft het aan de linker en rechterkant van het ondergoed gesneden. Ja,
die bandjes van je ondergoed, die zitten toch rond je heupen, of niet? En hier wordt dus gezegd dat dat hele gebeuren, omdat die wondjes kennelijk niet gebloed hebben, dus dat weten we niet eens zeker. Maar dat ging dan altijd over buitenbewustzijn, of zelfs dood, of stervend. Nee, want 30 pagina's verderop gaat hij vertellen dat slachtoffer op dat moment hevig aan het protesteren was. Want als slachtoffer toen al buitenbewustzijn, of zelfs dood, of stervend was, dan had hij gewoon die lekking van het andere been af kunnen trekken en de onderbroek uit kunnen doen. Maar dat kon hij niet, omdat Marianne hevig tegenstribbelde. Dus is dit gefantaseer van, nou, het was misschien, nou, het was denk ik buitenbewustzijn, het was zelfs dood of stervend. Dit is gefantaseer in de ruimte. En het slimme wat Henk Maus hier natuurlijk doet, hij zegt dit op pagina 11. En richting pagina 40 gaat hij vertellen dat het heel anders in elkaar zat. Maar inmiddels heeft de zaal al zoveel woorden gehoord van zulke gruwelijke details. Ja, dan slaat het denkvermogen van mensen dicht natuurlijk. Hè? Vooral als het gaat om je dochter. En wij waren bij 89. Zijn er bijna drenen, mensen? Kijken we nog een beetje kunnen lachen? Ja? Je weet het niet. Niet geschoten is altijd mis. Daar is die. Even kijken. Hier ben ik geweest. Hier ben ik geëindigd. En dat was die Freddy en die Johan. Het ontbreken van de vader van slachtoffer in deze rij. Die doet er kennelijk niet toe. Ik wil niet dieper ingaan op hoe het verschil in beleving van het leed door nabestaanden beoordeeld moet worden en al dan niet gewaardeerd ingeheld. Het verschil in beleving van het leed door nabestaanden al dan niet gewaardeerd wordt ingeheld. Het leed waarderen ingeheld? Een schade? Het gaat toch om een schadevergoeding? En dan gaat het over het verschil in beleving van het leed door nabestaanden. Het verschil in beleving. Ja, dat zou ik ook niet weten hoe je dat moet beoordelen. Behalve natuurlijk dat hij al in zijn openingspagina's al zei dat het gaat om leed dat een ieder op zijn eigen manier verwerkt ofzo. Waar ieder op zijn eigen manier mee omgaat. En dat was een tautologie, weten jullie nog? Want ieder mens is namelijk anders. Dat is een basisding. We gaan naar pagina 46. Ik vind, dus Henk Maus, ik vind de complexiteit van het nagaan van onderbouwing door vaststelling van psychisch leed niet passen binnen dit strafgeding en wil uw rechtbank dan ook vragen de vorderingen niet ontvankelijk te verklaren en te verwijzen naar de civiele rechter. Ja, het zal. Hier ontbreekt volgens mij een de. Van de onderbouwing door de vaststelling van psychisch leed. Even kijken wat ik heb hier geschreven. Dit is echte jezuïeten. Hier mist trouwens weer een E, sorry hoor. Maar dit is echte jezuïetenpraat. Over jezuïeten kan ik nog een hele andere uitzending houden. Ze zijn niet zulke aardige mensen. En dan krijg je hier over dat leed. Kijk, leed, dat is gewoon. Ja, er is gewoon leed. Psychisch leed, dat is daar een subset van. Ja, een beetje Engels woord, maar is er. Leed bestaat uit allerlei vormen, onder andere psychisch leed. Als je je kind verliest, dan krijg je niet alleen pijn in je hoofd en in je hart,
maar ook in je lichaam. En dokters zijn duur. Het leed van de familie, dat is wezenlijk. En het OM heeft 14 jaar lopen. Nou ja, weet je nog de jaren dat die aansteker zo hot was? En de aansteker dit en de aansteker dat. En toen bleek die hele aansteker nergens op te slaan. Strafmotivering. Wat voor een straf is hier op zijn plaats? Ja, dit is gewoon een herhaling van strafmotivering. Hè? Dat is dus hetzelfde. Hè? De maximale straf op moord is de levenslange gevangenisstraf, comma, die in Nederland ook daadwerkelijk levenslang in de gevangenis betekent, en om die reden dan ook in uitzonderlijke gevallen van grote ernst, en dient om die reden dan ook in uitzonderlijke gevallen van grote ernst te worden gevraagd. Ja, dat klopt op zich. Deze zaak wordt gekenmerkt door zeer gruwelijke feiten, zoals, nou, dat leef ik helemaal niet op, dat hebben we niet nodig, maar is helaas vaker voorkomend en niet uitzonderlijk in de verschijningsvorm. Ja. Dus als een misdrijf maar vaker gebeurt, betekent het dus dat het niet echt heel erg is of zo. Daarnaast geldt dat levenslange straf een straf is die in sommige gevallen nodig is ter bescherming van de maatschappij wanneer de persoon van de verdachte dit met zich meebrengt. Uit de rapporten van de deskundige komt naar voren dat geen reële verwachting is dat de verdachte in de toekomst opnieuw zou komen tot een verkrachting op moord. Niet gebleken is dat verdachte in het verleden ook andere ernstige misdrijven heeft gepleegd. Om die reden vind ik levenslang geen passende straf voor de verkrachting en moord op slachtoffer. Hoe gruwelijk en ingrijpend deze ook is. Nee, want dat komt wel vaker voor. Hè? Helaas vaker voorkomend. Hè? En hier staat reële. En dat is geen Nederlands woord. Je hoort een trema boven. Reëel. Of reële. En uit de rapporten van de deskundigen. Welke deskundigen? En welke rapporten? Bronvermelding misschien? Tussen haakjes. Dan weet ik tenminste wie dat heeft gezegd. Dat het niet reëel is om te verwachten dat de verdachte in de toekomst opnieuw zou komen tot een dergelijke daad. En waarom dan niet? Meneer gaat een eindje fietsen naar het checken van zijn koe. En hij wordt in een helemaal bevangen door de schimmen van een jonge vrouw, haar jonge geluid, haar jonge gelaat en hij zal nooit meer van een ander meisje zeggen, jij bent van mij. Want hij heeft zijn lesje wel geleerd of zo. Of uit de rapporten van de deskundigen is naar voren gekomen dat dit soort daders, die doen dat echt altijd alleen maar één keer. Kijk, ik denk niet dat Jasper Steringa het gedaan heeft. Ik denk dat niet. Of ik geloof dat niet. Ik wil niet zeggen dat ik het morgen wel kan geloven. Maar ik heb tot nu toe nog steeds niet gezien hoe het nou precies in elkaar zat. Behalve een opeenstapeling van de meest ongelofelijke feiten. Vage dingen. Gaan we lekker met tautologie door. Iedere strafzaak is weer een zaak op zich. En heeft zijn eigen afweging over ernst van de feiten. Nou, dit is dus tautologisch, hè? Want anders zou je kunnen zeggen dat er dus strafzaken zijn die staan helemaal niet op zichzelf, hebben ook helemaal geen eigen afweging over de ernst van de feiten. Hè? Dus sommige strafzaken hoef je helemaal niet te houden. Dat ik zeg, oh, dit is net als de Schiedammer parkmoord. Wat was het ook alweer? 45 jaar gevangenisstraf. Klaar, geen onderzoek, helemaal niks.
Voor vergelijkbare zaken kan gekeken worden naar eerdere rechtspraak met strafverhogende en strafverminderende factoren. Dat zal best. Met strafverminderende omstandigheden ben ik snel klaar, want die zie ik niet. De verdachte heeft wel meegewerkt aan het psychiatrisch onderzoek en een vrijwel leeg strafblad. Maar dit beschouw ik niet als strafverminderend. Even kijken hoor. Kijk, deze zin. Hij ziet geen strafverminderende omstandigheden. Oké, ja. En dan staat hier, de verdachte heeft wel meegewerkt aan het psychiatrisch onderzoek en een vrijwel leeg strafblad. Daar had hij hier, dit is ook zo'n mooie van, de man stak zijn pijp op en de straat over. Verdachte, dus verdachte, waar staat die heeft op? Dus kan je hier gewoon zeggen, de verdachte heeft meegewerkt aan het psychiatrisch onderzoek en heeft een lalalala. Maar daar had best wel heeft mogen staan. En een vrijwel leeg strafblad. Wat is dat? Een vrijwel leeg strafblad. Is mijn strafblad soms ook vrijwel leeg? Wat heb ik dan gedaan? En je kan het er ook nog lezen. De verdachte heeft wel meegewerkt aan het psychiatrisch onderzoek en een vrijwel leeg strafblad. Dus hij heeft meegewerkt aan twee dingen. Te weten, het psychiatrisch onderzoek en een vrijwel leeg strafblad. Ja, dat slaat ik ook nergens op. En het komt, die ambiguïteit van deze zin, komt omdat het Nederlands niet klopt. Hier had een komma mogen staan. Daar staat een dubbele spatie. Volgende pagina. Laten we doorgaan. Anders ligt dat voor strafverhogende omstandigheden. En dan betrek ik daarbij de richtlijn strafvordering voor... En dan staat verkrachting niet meer uiterlijk. Dus ik neem aan dat dit de titel was van het document. Richtlijn strafvordering voor. En die is uit 2012. Die was nog nooit geactualiseerd aan de gewijzigde maatschappelijke opvattingen en ging nog uit van 24 maanden. Van Tulder heeft in zijn artikel De Straffende Rechter, NJB 2011, enig idee wat NJB is, mensen? Ik heb al NJ gezien en ik heb al NJV gezien of zo en... Nu is het NJB, dat is het najaar in België of zo. Of wat is het? Nieuwe journaal bestuurlijke wetgeving of zoiets. En dat komt maar eens per jaar uit. En vandaar dat je alleen maar 2011 hoeft te zeggen. Want iedereen weet het dan al. En Van Tulder, dat is de buurman van Henk Maus, denk ik. Hij stond de tuin een beetje bij te harken. Wie is Van Tulder? Al laten zien dat verkrachting tussen de jaren 2000 en 2009 38% gestegen is in de straftoemeting. Daarom spreekt de richtlijn nu over 36 maanden als basis. Voor wat? Hij gaat toch voor 18 jaar de bak in, zo dadelijk? En 18 keer 12 is toch echt meer dan 36, of niet? Ongeveer 6 keer zoveel. Nee. Dit 3 jaar, ja, 6 keer zoveel. Strafverhogende omstandigheden. Nou, die underline hoeft helemaal niet. Omstandigheden uit die richtlijn. Die hier toepasbaar zijn. Dubbele punt. En nu krijgen we weer bolletjes. Het van de fiets trekken in de vroege ochtend van een jonge vrouw die onder bedreiging van een mes in een veldje wordt verkracht. Waarbij, nu heeft het dus niet meer over een slip. Maar een string. Dus het Hof heeft op 03.03.11, dat was dus op 3 maart 1911 of zo,
in de BP6640 gezegd dat als je dus een jonge vrouw in de vroege ochtend onder bedreiging van een mes van haar fiets trekt en je snijdt daarbij haar ondergoed door, hang je. Tijdens, en dat is ook heel mooi, hè? Dat mochten dames aanspreken, die weten wat ongesteldheid is. Maar tijdens ongesteldheid en vastbinden. Ja. En deze opsomming wordt afgesloten met een punt, komma, die met een punt en deze ook weer met een punt. Hij is echt bezig geweest op wat voor manieren kan ik opsommingen maken. Ja. Tijdens ongesteldheid en vastbinden. Nou, jullie mogen zelf begrijpen dat dit natuurlijk geen zin is, hè? De redenen, dus de strafverhogende omstandigheden uit die richtlijn, daar stond dus ergens tijdens ongesteldheid en vastbinden. Eeuw, ja joh. Meerdere malen verkrachten oraal en vaginaal. Slachtoffer is gedwongen tot orale seks. En zoals ze dat deed, was de vraag natuurlijk. Ja, dat was met de bedreiging van het mes natuurlijk. Hè. En daarna heeft hij dus haar gewoon gepakt. Dat is gewoon twee keer. Dus je hebt zowel orale seks als normale seks gehad. En dat geldt dan als strafverhogend. Dus, mensen, als je ooit een vrouw gaat verkrachten, hou er rekening mee. Doe het wel een beetje voorzichtig, want anders krijg je straf verhogend. Dus niet tijdens ongesteldheid en vastbinden. Denk erom. Voor een enkelvoudige moord, kijk, daar gaan we het ergens over hebben. Voor een enkelvoudige moord met een toerekeningsvatbare dader heeft het Hof Arnhem op 1 oktober 2008 in BF 3955 als uitgangspunt genomen een gevangenisstraf van 12 tot 18 jaar. Hier had een dubbele punt mogen staan. Genomen. Dus ik kan ook zeggen, voor een enkelvoudig moord heeft het Hof Arnhem een gevangenisstraf van 12 tot 18 jaar als uitgangspunt genomen. Kijk, en dan is het helemaal klaar. Hè? De Puttense moordzaak, ik weet niet wat hij hiermee te maken heeft, maar hij vindt het dus sterk vergelijkbaar. De Puttense moordzaak is sterk vergelijkbaar met de zaak van slachtoffer, want ook daar is sprake van een gewelddadige verkrachting. Oké. De AG geeft in zijn requisitoor aan dat uit onderzoek is gebleken dat de strafmaat voor zedenmoorden, ongeveer 3% van het totaal aantal moorden, gemiddeld 1/3 hoger ligt dan die voor moord alleen. En het strafklimaat is steeds aan verandering onderhevig. Zie TREMA, straftoemetingsbulletin 2010, nummer 1, straftoemeting bij moordenaars. Ja, ik wil het graag weten. Oké, dus de Puttense moordzaak, daar is dus sprake van een gewelddadige verkrachting. Oké. En de AG, daar wil ik de AG. Ik weet niet of het nog steeds niet wat een AG is, maar. Misschien dat de familie Vaastra, die heeft gewoon een A4'tje gekregen met alle afkortingen. Van denk erom, PG en HR en NJB. En strafverhogend is de enorme impact die de zaak heeft gehad op de maatschappij en haar jaren in de ban heeft gehouden vanwege de geheel eigen dynamiek door allerlei omstandigheden en denkbeelden. Ja, dus jij pleegt een misdrijf. De politie die loopt daar jaren mee te friemelen en te klooien en mensen die getuigenverklaringen af willen leggen, die sturen ze gewoon naar huis van nee, we hebben geen zin in, want wij zijn de politie en je moet je niet zo betrokken voelen hoor. Maar als dat dan gebeurt en de maatschappij wordt daardoor dus jaren in de ban gehouden, dan geldt dat dus als strafverhogend voor jou. Get?
En dan vooral vanwege de geheel eigen dynamiek door allerlei omstandigheden en denkbeelden. Dus als jij een misdrijf pleegt en dan vanwege een geheel eigen dynamiek door allerlei omstandigheden en denkbeelden ontstaat, dan geldt dat als strafverhogend. Dat kan die man natuurlijk niet bedoelen, hij zit hier gewoon om het tekst te vullen. De verdachte heeft zich uiteindelijk pas gedwongen gezien door het grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek zijn DNA af te staan, maar ook toen nog heeft hij niet de stap gezet eerder zijn betrokkenheid aan te geven en de rust weer te laten keren. Ja, dus wat had je moeten doen? Er kwam het grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek. En Henk Maus had verwacht van nou, dan gaat de dader, die moet dan toch zijn DNA afstaan. Maar die zegt dan ook gelijk. Zeg, ik sta mijn DNA af, maar het is het hoor. Het is het precies hetzelfde. Ik ken niet anders, want ik heb het gedaan. En dat had Henk Maus verwacht. Maar als je dat niet doet, en je staat alleen je DNA af, en ze vinden dat jij het bent, dan geldt dat dus als strafverhogend. Dan krijgen we nog een underline. Strafverhogend vind ik het dat de verdachte uitdrukkelijk kiest voor zichzelf en zijn gezin ten koste van anderen. Dit komt tot uiting door zijn langdurig stilzwijgen om zijn kinderen een normale jeugd te laten hebben, terwijl die jeugd voor de neefjes en nichtjes van Marianne door toedoen van verdachte niet eens meer was weggelegd. Zoals zo treffend is verwoord door de zussen van Marianne in hun verklaring hier bij uw rechtbank. Dat was toch alleen maar Ineke? Ze had toch twee broers? Wij zijn ook toch zussen? Oké. Hoeveel eigenlijk? Ja. Dit is nog een keer zeggen van, en dat heeft hij al eerder gezegd. Kijk, we hebben het hier over een man en die heeft dus volgens de rechtbank een jonge vrouw om het leven gelegd. En ze irriteren er zich dus helemaal kapot aan dat zo iemand zijn geld niet gewoon eventjes aangeeft. En dat die politie 14 jaar lang laat zoeken. Potverdorie, wat denkt die dader wel niet waar de politie voor is? Hè? Parkeerbonnen schrijven, oude vrouwtjes bekeuren omdat ze het afval niet goed buiten hebben gezet. Dat doet de politie het liefste natuurlijk. En niet dat je dan helemaal uit moet zoeken. Nee, man. De burgemeester die vraagt je gewoon even van, dader, meld je. En dan ben je klaar als politieagent. Hè? Hebben die mensen tenminste ook een lekker lang weekend? Dat komt tot uitdrukking in zijn keuze niet geconfronteerd te willen worden met de foto's van slachtoffer. Nou, die waren toch vage, dus we maken het uit. Wilde hij niet naar de opgewaardeerde foto's kijken of zo. Het lag in de reden dat hij daarmee geconfronteerd werd. Om te pogen meer helderheid te krijgen in wat er nu wel en niet gebeurd is. We hebben het gehad over komma's die ontbraken, maar dit vind ik een komma die te veel staat hoor. Het lag in de reden dat hij daarmee geconfronteerd werd. Om te pogen meer helderheid te krijgen in wat er nu wel en niet gebeurd is. Maar dat klopt niet. En als Nederlands klopt dat niet. Het lag in de reden dat hij daarmee geconfronteerd werd. Om te proberen meer helderheid te krijgen in wat er nu wel en niet gebeurd is. Ja, volgens mij heeft hij het al 10 keer gezegd. Hij wil deze niet onder ogen krijgen om de gruwelijke beelden niet op zijn netvlies te houden. En dan .comma uit zelfbescherming. En dat is gewoon nog een keer zeggen wat hij al zegt. Want hij wilde niet geconfronteerd worden. Hij kan deze keuze maken, maar vader van slachtoffer en broer Freddy hebben deze kans niet gehad. Ja, want dat waren de twee
Nou, ik weet niet eens of hoe Freddy erbij was. Hoe zit het met Spencer? Want Spencer, dat vriendje van Marianne, die was er toch ook bij toen ze Marianne vonden? Door de beelden uit de weg te gaan, blijven veel vragen onbeantwoord. Ja. Door de beelden uit de weg te gaan, door niet geconfronteerd te willen worden met de foto's, dat is iets anders dan beelden uit de weg gaan. En het gaat natuurlijk over het uit de weg gaan door dader, verdachte. En er blijven veel vragen onbeantwoord. Ja, hoeveel vragen en welke vragen hebben we nog? Verdachte heeft de 16-jarige slachtoffer een levenslustig en vrolijk, jong famke. Daar heb ik dus echt moeite mee. Want famke is geen Nederlands, volgens mij. Dat lijkt mij Fries. En dat je het hebt over de 16-jarige slachtoffer, we weten dat het een vrouw gaat. Verdachte heeft een 16-jarige vrouw in de bloei van haar leven. Ja, we hebben het over een 16-jarig iemand. Hè? Dus het gaat niet iemand van 83. Hè? Midden in de nacht van haar fiets getrokken. Nee, dat was om 2:00 s'nachts, toch? We hebben het eerder over gehad. Hè? Niet midden in de nacht. Enkel en alleen uit pure lust om zijn eigen seksuele gevoelens te bevredigen. Ze had ook pure lust gehad kunnen hebben om de seksuele gevoelens van slachtoffer te bevredigen. Maar daar gaat Henk Maus niet van uit. Het ging echt om zijn eigen seksuele gevoelens. Niet nodig om dat hier zo te zeggen. Marianne was al bang, slachtoffer was al bang in het donker. En die angst is bewaarheid geworden. Ja, schande over Spencer en Wietse. Volgens hun getuigenis waren ze te belazerd om dat meisje eventjes naar Zwaagwesteinde te fietsen. Was dat nou zoveel werk? En hoe zat het met die regiotaxi? Verdachte herinnert zichzelf de angstige blik toen ze zich omdraaide. Dat heeft hem niet weerhouden zijn drift tot lust door te zetten. WTF, wat is drift tot lust? En de verdachte herinnert zichzelf, dat woordje zelf mag daar natuurlijk weg. Want je kan het je niet herinneren namens een ander. Hè? En de verdachte daarvan zegt, de officier van justitie, dat we het hebben over een liegende gedachte. Dus verdachte liegt. Dat wil zeggen dat alles wat verdachte zegt, daarvan, ja, daar gaat Henk Maus gewoon even met de stofkam erheen. En die zegt, het is gelogen. Oh, maar dat is waar. Dus alles wat de officier beviel en wat hij kon gebruiken in zijn zaak, dat heeft hij allemaal gebruikt. Zoals dat verdachte zich herinnert, toen ze zich omdraaiden. En dat hij vrijwel dezelfde weg teruggelopen is. En dat soort dingen. En hij heeft zijn mes niet eerst afgeveegd in het weiland. Nee, dat heeft hij pas schoongemaakt toen hij thuis kwam. Nou, dit is pagina 50. We zijn er bijna, mensen. Ik krijg zo dadelijk nog een samenvatting, maar die doe ik apart, ja. Het verkrachten en doden van slachtoffer is ook een aanslag op het leven van haar ouders, broers en zussen. En andere familieleden geweest. Ja, dat lijkt me nogal wie dus. De onverwachte en gewelddadige dood van slachtoffer heeft hen onbeschrijfelijk en onherstelbaar leed aangedaan. Ja, maar er komt geen schadevergoeding voor.
later, ik herinner me trouwens, hij raakt zijn boerderij kwijt. De vader van verdachte heeft dan een of andere rechtszaak aangespannen. En volgens mij is verdachte daardoor zijn boerderij kwijtgeraakt. Dus, ja. Verdachte heeft het ernstigste levensmisdrijf gepleegd die ons strafrecht kent. Vanaf het begin heeft de zaak iedere dag in de belangstelling gestaan en heeft de Friese maatschappij op haar grondvesten doen trillen. Om te zeggen dat de rechtsorde ernstig geschokt is, is een enorm understatement. Nou, enorm mag hij weg. En daar staan twee spaties. Knip- en plakwerk of zo. Vanaf het begin heeft de zaak iedere dag in de belangstelling gestaan. Dat is helemaal niet waar. Want vanaf het begin, dat is dus 1 mei 1999. Deze zaak die speelt op 29 maart 2013. Hebben we het over 14 jaar lang zo'n beetje. Je gaat mij niet vertellen dat toen iedere dag de zaak in de belangstelling stond. En om te zeggen dat de rechtsorde ernstig geschokt is, is een understatement. Nou, ik denk dat hij het hier wel bij het rechte eind heeft. Want ik vind dit geen rechtspraak. Zonder bronvermeldingen, vol met taalfouten, vol met veronderstellingen van ik vind, het meest waarschijnlijke, zonder conclusies keihard neer te zetten. Dus zonder conclusies keihard neer te zetten, gaan we Jasper Stieringa voor 18 jaar de bak insturen. Had hij zichzelf maar aan moeten geven. Marianne moet de laatste momenten van haar leven in onvoorstelbare angst en paniek hebben verkeerd. Dreigen met een mes, dwingen tot seksuele handelingen en verkrachten. Okidokie. Dus er is kennelijk een verschil tussen seksuele handelingen en verkrachten. Maar welke seksuele handelingen hebben er dan plaatsgevonden? Behalve het verkrachten. Wat toch oraal en op die normale manier was. Letterlijk heeft Marianne de dood in ogen gezien toen de verdachte haar de BH om de nek legde. Ja, joh. Het zal. En de verdachte zag dit, maar weer stopte hij niet. Dus de verdachte zag dat Marianne de dood in ogen zag. Hoe kon verdachte dat zien? Want op het moment van die verwerging lag slachtoffer op haar buik. En hij zat bovenop haar, op haar rug dus. En hij trok haar hoofd omhoog en... En de verdachte zag dit, maar weer stopte hij niet en koos voor zichzelf door slachtoffer te vermoorden. Oh, ja joh. En dan krijgen we hier 3 puntjes. Zodat je al voelt, oh jee, wat gaat er komen. Nou, dan krijg je nog een aantal puntjes, maar nu 4. Ja. Dus we hebben het gehad over 2 puntjes en dat mag niet. 3 puntjes onterecht. 3 puntjes op zich mag wel, maar hè, dat doe je in een dialoog bijvoorbeeld of... En nou ja, 5 puntjes hebben we gezien, 4 puntjes. Maar nu hebben wij 7 puntjes. Met een lege regel ertussen. En dan letterlijk citaat. Dubbele quote hier, dubbele quote daar. Dat betekent dat dit is een letterlijk citaat. Maar van wie? Alles afwegende doet uw rechtbank naar mijn oordeel de zaak recht door de verdachte, dubbele spatie, knip- en plakwerk, voor het verkrachten en vermoorden van slachtoffer
te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van puntje, puntje, puntje jaar. En deze afstand, ik zal hem eventjes proberen te meten, dit is groter dan, die afstand. Zien jullie dat? Waarom doe je dat? Nou, en volgens dit hele gebeuren was het dus Henk J. Maas. Die dit dus, want verdachte werd in november 2012 aangehouden. Hij kwam in maart het volgende jaar voor de rechter. Nou, dan heeft dus Henk J. Maas, nou, hij is toch, daar moet hij toch maanden voor de tijd gehad hebben. Of ben ik nou gek? Dus dit is een, door hem mag je aannemen als zorgvuldig samengesteld document. Je mag er trots op zijn. We zijn bijna klaar, echt waar. Dit is een telling. Ik heb namelijk, op de volgende pagina ga ik het laten zien. Maar ik heb gewoon geteld naar dit woord. Oh, sorry. Enorm. Dat komt 7 keer voor in de tekst. En dan mogen jullie weten dat het woord enorm is geen juridische term. Dat is gewoon een persoonlijke uiting van dat je iets enorm vindt. Maar er is niet zoiets als, je kan ook zeggen van, nou wat een enorm lekker eten was dat. Dat is niks, dat is een betekenisloze term. Dat je die een keer gebruikt, bijvoorbeeld om aan te geven aan het begin hoe erg het wel niet was, wat slachtoffer overkomen is. En de familie natuurlijk. En de rest van de kennissen en vrienden. En de buren. Dan kan je het 1 keer gebruiken, toch? Toen hij 7 keer kom. Maar nu gaan we verder tellen. Oh, sorry. Het woord Marianne. Het wordt 153 keer genoemd. De familie van slachtoffer zit in de zaal. En als je tegen die mensen zegt, Marianne, dan gaat er bij hun iets. Zij weten als geen ander wat de connotatie is, de inwendigheid van de term Marianne. Een ander zegt het niets, maar die familie wel. En dan ga je 153 keer de naam van haar, van hun dochter noemen. Dan heb je geen respect voor die familie, hoor. En ik ben niet de baas van de rechtspraak hier in Nederland, maar ik kan je wel vertellen dat als je mij dat maakt, dan ga ik dit verbieden. En dat doen we niet meer. Ik zou eigenlijk andere requisiteurs van deze man eens even moeten weten. Ook een hele leuke, wat ik deed dat er terugkwam. Vrijwillig. Ik denk dat iedereen die goed naar mij geluisterd heeft en weet hoe het OM beweert dat het een en ander in elkaar zat. Maar van vrijwilligheid blijkt daar niets van. Onder bedreiging van een mes. Dat noemen wij niet vrijwillig. Van de fiets getrokken, een hand voor haar mond gehouden omdat ze zou gaan schreeuwen. Of ze was al aan het schreeuwen. Hè? Maar we zeggen wel eventjes 13 keer het woord vrijwillig. Vrijwillig, 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 of zoiets. Het woord DNA wordt 63 keer genoemd. We hebben het over een document met 51 pagina's. Dus per pagina wordt 3 keer de naam van slachtoffer genoemd. En ruim 1 keer het woord DNA, de term DNA. Dan krijgen we de smerige termen. Ik ga ze niet allemaal oplezen, maar ik zal ze even voor jullie optellen. Want dit zijn allemaal, je moet deze pakken. Plus die. Plus die. Plus die.
allemaal, en deze ook, het woord ongesteld 4 keer. Het woord tampon 5 keer. Ja. Dus dan gaan we even de sekstermen tellen. 6 plus 5 is 11, plus 2 is 13, plus 4 is 17. Plus 24 is 41. Plus 1 is 42. Plus 10 is 52. Plus 10 is 62. Plus dit is 92. Plus dit is 103. Nou, dan mag ik die er ook nog bij tellen. 107. 100 en 111. 111 keer sexy termen. Terwijl hij allemaal, het had allemaal niet zo gehoeven. Hè? Al dat gelul over de sperma. Zat het nou bij de anus, in de anus? En dan krijgen we al die andere dingen. Keel doorsnijden, wurgen 9 keer. Keel doorsnijden 8 keer. Moord 35 keer. Bloed 28 keer. Binden, CQ gebonden, 11 keer. Dood 14 keer. Angst 6 keer. Geweld 13 keer. En dan een hele mooie. Mogelijk. Het is een document van 51 pagina's. En Henk J. Maus heeft het voor elkaar gekregen om bij 60% van de pagina's, dus zijn dus, ja, krijg dus bij 34 keer het woord mogelijk. Ja, samen met waarschijnlijk. Dus als ik mogelijk bij waarschijnlijk optel, krijg ik 51. Dus op elke pagina staat gemiddeld het woord waarschijnlijk en het woord mogelijk. Eén van beide. Per pagina. En dan deskundig, daar heeft hij het 5 keer over. En elke keer zijn dat de deskundigen. We weten helemaal niet wie dit zijn. En dan do biest van mij en de rest van het Fries. Ik kwam tot 11 termen. 11 termen in het Fries. Waarom? Het is waarschijnlijk nog te kort geteld, want Famke is ook Fries. Wat is dit? En dan, als uitsmijter, dit. Dit heb ik, ik heb de PDF tot platte tekst gemaakt. Ik ben best wel handig met die dingen. En ik heb alle notenverwijzingen er even uitgehaald. Ja. En nu zie je het dat dit één groot rommeltje is. Ja. Want hier staat gewoon pagina 437. Vastgelegd in deel-PV's. CIPES-bericht OM 13 juni 2000. Zie-bijlage ZD spatie 26. Hier staat gewoon ZD 18. Dan krijg je hier HR, lalala, NJ, lalala. Dan krijg je AD, hier met een spatie. Dus hier staat een ZD, ik zal het iets groter maken voor jullie. Kun je het goed zien. Hier staat ZD zonder spatie, hier AD met een spatie. Dan staat er ZD, C, ZD, spatie 23. Dan heb je hier weer pagina 107. Zie ZD zonder spatie 18. Zie ook pagina 805. Foto 199... Pagina 590-91. Pagina 448. Aanvullend PV. In de bijlage ZD spatie. En dan die, dat is die hele mooie. Met 2. 32 en 33. En 110 tot en met 117. Sorry, 1010, 1017. Pagina die sectieverslag. Ja, het zal wel. Mengprofiel op Pools slachtoffer. Dubbele punt. Sierrapport NFI. Sierrapport NFI. Pagina dit. Is dat soms van het rapport NFI? Of zo?
En dan krijgen we, hier hebben we het nog over het sectieverslag, met een kleine letter. Maar er is ook een sectierapport, met een hoofdletter. Is dat hetzelfde document? Ja, je mag het zeggen, hoor. Hier heb je een vermelding, haakje openen, HR, een datum. Dan NJ 81, dat zal hier denk ik wel najaar zijn. En dit is dan denk ik 1881 of 1981. En dan hebben we hier weer twee spaties volgens mij. Haakjes laten. En dan de volgende. Daar is HR er van tevoren gezet. En dan haakje openen. En dan hier weer er binnen. Dit is uitermate rommelig werk. En op basis van dit rommeltje, met al die suggestieve termen er allemaal in, 14 keer dood, 18 keer waarschijnlijk, 13 keer vrijwillig, 35 keer moord. Wij hoeven er niet trots op te zijn dat ik dit document op het internet heb kunnen vinden. En het gaat over het requisitoor, opgesteld door Henk J. Maus in de strafzaak tegen verdachte Jasper Steringa. Ik maak nog één samenvatting van een korte, waarin ik alles eventjes in een kwartiertje of zo, of een half uurtje, op een rijtje zal zetten. En dan vind ik dat ik klaar ben. Dank jullie wel voor het luisteren.